Hallo Rotterdam fans, er is nu dringende informatie uit. Je zult niet geloven wat oudspelers Theo Jansen en Jan van Halst zeiden. Blijf tot het einde van de video om al deze controverse te begrijpen. Maar eerst, als je nieuw bent hier, abonneer je dan nu op dit kanaal zodat je geen enkel nieuws mist dat we hier gaan brengen over dit hele Feyenoord verhaal, dat we je altijd op de hoogte houden. Theo Jansen en Jan van Halst begrijpen het standpunt van FC Twente over Remais Seruki. De twee oudspelers begrijpen heel goed dat Feyenoord opnieuw een nul heeft gekregen in de klacht. Twente zei dat het niet mogelijk was om Seruki aan Feyenoord te verkopen. Niet alleen omdat Feyenoord een concurrent is, maar ook omdat Twente sportieve ambities heeft uitgesproken. De club is nu zo'n drie jaar veilig. Het is op dit moment niet nodig om een speler te verkopen, zoals PSV blijkbaar deed met Cody Gakpo. Ook vertrekt Seruki in de zomer naar een andere club. Misschien heeft hij nu meer geld van Feyenoord, zegt Van Hals tegen de NOS. Als Newcastle een dubbel bot doet, is Seruki's liefde voor Feyenoord voorbij. Laat je like achter op deze video, het zal erg belangrijk zijn zodat je vandaag geen nieuws uit Rotterdam mist dat we altijd hier op dit kanaal zullen brengen. Heel erg bedankt Rotterdamse fans. Samenvattend de club FC Twente en haar besluit om de speler Remais Zerouki niet aan Feyenoord te verkopen. Oudspelers Theo Jansen en Jan van Halst begrijpen de positie van FC Twente omdat ze begrijpen dat Feyenoord een concurrent is en dat Twente sportieve ambities heeft. Van Halst vermeldt dat Seruki in de zomer mogelijk naar een andere club verhuist en dat als een andere club meer geld zou bieden er een einde zou komen aan Seruki's liefde voor Feyenoord. Jansen heeft ook begrip voor de instelling van Twente en is van mening dat Seruki mee kan doen in de top van de Eredivisie en dat de topclubs zich zullen melden. En dan, van vriend, geloof je dat de speler Seruki Feyenoord definitief zou verlaten voor geld? Ja of nee? Wat is jouw mening? Laat je reactie achter. Het zal erg belangrijk zijn voor ons Feyenoord Rotterdam team. Houd ons in de gaten want we zullen je meer updates over ons geliefde Feyenoord brengen.